Kapitein Nadia Jonas van het dorp Tapuripa in Brokopondo zegt dat het bezoek van de Staatsolie Power Company Suriname, SPCP, 2 weken terug enkele vruchten heeft afgeworpen. De pers kreeg een rondleiding in de 4 van de door wateroverlast getroffen dorpen. Na het bezoek kwamen SPCS en NCCR met Durutanks om het dorp te voorzien van schoon drinkwater. Maar ook het kamp waar de bewoners bleven werd opgeknapt, zegt Jonas. Die staatsolie kwam wij enkele kwam moeie pijken naar dorp Jaite. Dit jaar zijn de beste kanga de school aan de Durutank. Staatsolie tja Durutank ja, waardoor NCCR heeft tja Durutank ook toe. De Eurotank daarna, ja, denk dat NCCR tja denk ik. En de staatsolie bij jou of installeren voor lontoon naar konen en ga den pikin. Maar nu missie taki no no taki NCCR et tja panga kom voor tapuan APC en de giren sama. Are kreeg ja, sisa al peren sama gode a eni na ape, de awata de rio su sungu. Dus de sama sungu neem peren gode na ape ne na na ape de etang. En nu NCCR de beisa misaki de sudati de tja panga kom. Fusie kanapi futapu kamba kamba gide sama sam fu pasiana sansungu adati misi. De oplossing ter voorkoming van hongersnood is niet alleen het verstrekken van voedselpakketten, meent Jonas. Dit is een tijdelijke oplossing en de lokale bevolking heeft ook andersoortige hulp nodig, weet de kapitein. Tapu pa awani pakket mo sai reka. A pakket de san sai dia ini de nai fu sama be. Maar de sama pesi den di sungu, mekere stota moni alamu, a de rekening nummer voor de sama jide. A pakete pati pati pisi pisi anai salina konde. Ma waardoor je staki tapupa na ayato, tapupa bena ne na amo gang konde sa nyanga probleem. Omdat yade abanga boto, ma ta pesi e reyanga waji godo da abanga boto, ma yana wan pesi de mos e fi reyanga waji. A na te akan kanti ye stop, dai abakon dai teke boto dai kon enkele kia ne na mo gam problem sa dianga wata problem want na stas oli ne bakasa ni waka kona konde want al di tetu be de wa besungu manono uko isungu wa dor uli ayin wa so tu do enji fasi aboto ime pai dai abada in waka gue das enkele kwa yepi mu kwa na konde mo de be pai fa aboto manu aboto na pai moto. Jonas vraagt nogmaals dat het Bureau voor Openbare Gezondheidsdienst, de BOG, naar de dorpen gaat om zelf te zien hoe onhygiënisch de plekken zijn. BOG moet daarna advies uitbrengen aan de regering hoe de troep die is achtergelaten door de wateroverlast op te ruimen. China heeft de afgelopen week $50.000 aan financiële hulp geboden aan Suriname. Ter ondersteuning van de watersnoodramp en het herstel na de ramp. Door onmiddellijke financiële hulp te bieden wil China de vriendschappelijke relatie tussen China en Suriname hoog houden. China zal in de toekomst gebruik maken van de China Caribbean Disaster Prevention and Mitigation Fund. Die in april is aangekondigd door de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. De Caribische landen die een diplomatieke relatie hebben met China kunnen zodoende hun capaciteit bevorderen om op natuurrampen te reageren.